Dit is de laatste uitzending van Tegengif vanuit de Dorpskerk in Bloemendaal. Ter gelegenheid van het afscheid van dorpspredikant Ad van Nieuwpoort is hij zelf de gast in Areopagus. Vandaag ben jij hier te gast bij ons in Areopagus. Een programma waarin wij in gesprek gaan met mensen. Misschien jou wel bekend. Iemand wat hem beweegt. Waar ligt nou eigenlijk zijn ziel? Waar ligt zijn passie? Waar ligt zijn grote drive? En aangezien jij altijd mensen laat praten, leek me het wel eens leuk dat jij een keer aan het woord komt. Ik heb ook van jouw lieve vrouw de eerste versie van jouw laatste boek mogen ontvangen, wat volgende week uitkomt. Ja. En ik dacht, laten we nou aan de hand van dat boek en alles wat je daar nou in hebt geschreven, is een aantal vragen stellen over wat jou beweegt. Want het is jouw laatste pennenvrucht. En het gaat over Job. Job. Leven zonder oplossing. Met titel De parabel van Job als levensles. Dus ik ben gaan lezen in jouw boek over Job. Die titel alleen al suggereert een soort lijdzaam toezien en een soort berusting in het lijden. Leven zonder oplossing. Het leven neemt en geeft. En jij hebt als mens eigenlijk alleen maar te accepteren. Waar zit de eigen verantwoordelijkheid voor de mens om daarmee om te gaan? Of om daar wat aan te doen? Nou, dat is een hele grote vraag. Ja. Heb je even. Ja. Nee, maar om te beginnen. De titel is Leven met een uitroepteken en dan zonder oplossing. En dat is wel een belangrijke. Dus die titel suggereert in ieder geval zeker niet de berusting. Ah. Het is een oproep om te leven. Dus het is leven met een uitroepteken. Ik heb het ontleend aan een opstel van K.H. Miskotte in de bundel Feest in de Voorhof. Een prachtige prekenbundel, onder andere ook over Job. En dus een van die opstellen is zo getiteld. En dat is een titel die me al heel lang fascineert. Hè? Want bij religie en bij de kerk denkt men altijd van dat is een soort groot antwoordeninstituut. Die bieden voor alle vragen hebben ze een antwoord en voor elk probleem hebben ze een oplossing. Ik kan me nog herinneren in mijn jeugd. Mijn vader was tijd predikant op de Veluwe. En dan had je in Vierhouten, zo'n Vierhouten conferentie met de Pinksterbeweging. En dan stond er heel groot zo'n banner met daarop: God is het antwoord op al uw vragen. En dan dacht ik, ja, interessant. Ik geloof er eigenlijk helemaal niks van. In elk geval, en het aardige dus, mijn tocht door Job is een hele ontdekkingstocht geweest. Ook hier in de gemeente, natuurlijk een hele serie preken over Job gehouden. Er wordt meestal gepreekt over het eerste hoofdstuk en dan het laatste hoofdstuk. Maar daar zitten dus nog 40 hoofdstukken tussen. Heel ingewikkeld, Hebreeuws, het is poëtisch, het is één groot gedicht. Alleen het eerste hoofdstuk en het laatste hoofdstuk zijn narratieve teksten, daar is het allemaal poëzie. Heel spannend. Wat je daar ziet is dat er iemand inderdaad is die schathemeltje rijk is, alles heeft wat hij maar kan wensen. Overigens niet ten koste van zijn omgeving, maar ten bate van. Dus er wordt wel eens gezegd dat in de Bijbel heel negatief over rijkdom wordt gesproken. Maar het is eigenlijk, rijkdom is in die zin, in de goede zin van het woord, als het goed gebruikt wordt en als het ten bate is van de omgeving, is het een zegening. Dat is heel positief. En het boek begint dus met een Job die alles heeft wat hij, wat hij maar wenst. En op een gegeven moment dus alles verliest. Ja? Daar hebben we het nog wel eens eerder over gehad. Waardoor dat dan komt, dat hij alles verliest. Daar is dus een soort sprookjesachtig begin aan vastgeplakt. Het aangrijpende van het hele boek is dat hij voortdurend wordt belaagd door allemaal vrienden die bij hem op bezoek komen, een soort ouderlingen. Proberen hem aan te praten dat hij inderdaad maar moet berusten.
joh, het zal wel een reden hebben dat jij zo moet lijden. Dus precies eigenlijk zoals jouw introductie. En in tal van verhalen en gedichten proberen ze hem dat aan te praten. En het mooie van het boek van Job is, en daarom is het zo'n, vind ik eigenlijk in die zin ook een heel modern boek, Job verzet zich daartegen. Die wenst geen antwoorden, wenst geen verklaringen. Die zegt, hier is geen verklaring voor. Punt uit. Hè? Dus ze praten hem schuld aan. Er zal toch wel iets in je jeugd gebeurd zijn, Job, dat je jou dit overkomt. En Job zegt, nee, ik ben onschuldig. En op een heel ongebruikelijke manier zijn we helemaal niet gewend in onze, laten we zeggen, Calvinistische traditie. Want wij zijn natuurlijk een beetje opgevoed met, er zal altijd toch wel iets mis aan je zijn en zo. En, het is nog een klein beetje. En het gekke is in dat boek dat Job voortdurend doet, ik ben onschuldig. Sterker nog, ik ben een geweldig mens. En ik heb altijd mensen die in nood waren geholpen. Ik ben een zegen geweest voor de weduwe, de wees en de vreemdeling. Dus in die zin wenst hij niet te leven met de antwoorden van zijn vrienden. Tot op het eind toe houdt hij dat vol. En dat vind ik zo fascinerend. Dus als je bedenkt, religie is eigenlijk een beetje uitgevonden om, laten we zeggen, een verklaring te bieden voor al het leed in de wereld. Quod non dus in het boek Job. Job die weigert elke verklaring te accepteren. Dat is eigenlijk heel mooi. Een heel recalcitrante figuur. Ja, heel mooi. Maar je zou ook kunnen zeggen, hij biedt helemaal geen troost. Want hij zegt dus je kan heel goed leven als mens, maar dan kan er nog heel veel tegenspoed jou bereiken. Want dat zou je dan daar natuurlijk ook als conclusie aan kunnen verbinden. Nou, je zou ook kunnen zeggen dat misschien wel een verklaring bieden of een antwoord geven op al dat lijden, dat misschien wel hele valse troost is uiteindelijk. Ja. En eerlijk gezegd heb ik dat ook in mijn praktijk gisteren nog meegemaakt, heel vaak, dat mensen iets overkomt. En dan heb je geen tekst. Nee, maar ze dus verwachten van jou, want als ik je even mag interrumperen, wat je leest in jouw boekje over Job, dat je zegt, ja, het is zo bijzonder, want je geeft ook een aantal voorbeelden uit de gemeente waar je bij mensen in gesprek gaat. Mensen die aan het eind van hun leven zijn, mensen die partners verliezen, kinderen verliezen, noem het allemaal maar op. Maar eigenlijk lees ik uit jouw omschrijving en de verhalen uit Job, Dat die drie vrienden, één die komt niet zoveel voor, maar die drie vrienden, die komen eigenlijk met heel veel teksten en met vragen, et cetera. En jij zegt eigenlijk, ja, het is soms ook gewoon eigenlijk heel vaak alleen al genoeg om er te zijn. En exact, niet met oplossingen te komen. Maar daar begint dus dat boek Job mee. Dat is eigenlijk heel mooi. Dus die vrienden beginnen maar, goed. Maar als ik even de vraag mag stellen. De vraag is, mensen verwachten van jou als dominee niet alleen maar een hand op de schouder en rust. Men verwacht toch ook wel een antwoord? Dat is de vraag, hè? Of dat verwacht wordt. En of dat ook zal helpen. Hè? Dus op het moment, ik zal niet heel concreet worden over gisteren, maar daar moet ik dat nu even om het maar, hè? Daar moet ik dan aan denken. Dan heb ik geen tekst. Maar ze verwachten dat En het mooie is dat je dan eigenlijk altijd na afloop, tenminste als ik nu denk aan al die keren, dat ik dan eigenlijk terugkijk, je was er gewoon. En goddank, niet met allemaal religieuze, vrome praat, maar gewoon, je was er om ons verhaal aan te horen. En je ordent als het ware, je probeert met deze mensen even een tijdje op te lopen en te bedenken, wat is er gebeurd, wat is er precies toen en hoe voelde je je toen? Gewoon dat, alleen maar dat, zonder eigenlijk een antwoord of een verklaring te geven. Dat is eigenlijk, denk ik, zoals het boek Job het ook mij leert, begrijp je? Dus vroeger was het natuurlijk zo, ik ben groot geworden natuurlijk in die kerkelijke traditie, en dan was er eigenlijk ook bij begrafenissen enzovoort, was er heel vaak, het is een teken, of hier kunnen we wat van leren, enzovoort. Nou, dat heb je in de kerk, heb je overigens in de seculiere wereld ook, de zin van ziek zijn, dat soort boekjes, staan de boekhandels vol mee, niet waar. Ja, nee, kijk, maar ik bedoel dat, hè, dus van, je hebt bijvoorbeeld iets aan je hoofd, of je hebt een hersentumor, nou, dan zul je wel te veel in je hoofd geweest zijn, of je hebt iets aan je tenen, nou, dan heb je misschien een leefje op de grote voet. Dus allemaal van dat soort boekjes, daar vind je nu boekhandels vol mee, hè, dus omdat wij een verklaring willen voor wat we, en het boek Job roept ons eigenlijk
op het uit te houden met de vragen. En sterker nog, misschien wel de goede vragen te leren stellen. Dat is misschien wel de grote uitdaging. En dat leert het Jodendom mij. Het mooie van het Jodendom is, wij hebben natuurlijk in de kerk de catechismus, vraag en antwoord. Hè? Dus wat is uw enige troost in leven? Antwoord, mooie dingen, maar er zitten ook hele problematische dingen tussen. In het Jodendom wordt eigenlijk nooit een antwoord gegeven, maar wordt op elke vraag een wedervraag gesteld. En waarom? Om in beweging te blijven, om zelf te gaan nadenken, om niet te doen met in beton gegoten waarheden, maar om een soort vragend bestaan te gaan leven. Wel lastige boodschap in deze tijd. Maar hoe kun jij een rol van betekenis spelen in een gemeenschap of voor je gemeente, waarin je deze toch wel ingewikkelde boodschap kunt brengen? Ja, het is zelfs de vraag of het echt wel zo'n boodschap is. Dus het is natuurlijk heel erg, hè? Dominees hebben een boodschap. Terwijl het is dus, het is misschien wel een beetje je inhouden. Het is goed luisteren. Het is, en dat is allemaal niet zo populair, want het is veel beter om met een soort, gepast antwoord te komen. Hè? Een soort febo-hap, dit is het, slik maar, mooi, dan kunnen we weer verder. Maar uiteindelijk geeft dat nooit voldoening. En het mooie is, Bas, dat we dat natuurlijk net in die hele coronatijd eigenlijk hebben ontdekt. Dus we dachten dat alles maakbaar was. We dachten meesters van het lot te zijn, nietwaar? Wij kunnen alles regelen. Voor elk probleem gaan we een oplossing bedenken. En dan komt er zo'n lullig, minuscuul dingetje. En dat zet ons hele leven overhoop. De hele wereld, notabene. Dat is natuurlijk ook een hele unieke ervaring dat in de hele wereld dit gebeurt. Dat we ineens dat in India, hier in de duinen, overal worden we getroffen door zo. En ineens staat alles op een of andere manier stil. Dus je weet ook, er zijn natuurlijk, ik vind dat Mark Rutte het uitstekend gedaan heeft. En die heeft een stel wetenschappers om zich heen die hem adviseren. En ik ben heel blij dat hij de wetenschap heeft laten prevaleren en niet allerlei onderbuikgevoelens. Want zo heeft hij het goed gedaan. Terwijl tegelijkertijd is natuurlijk ook nu de discussie, is het wel de juiste keuze geweest dat we dat hebben gedaan? RIVM zegt nu wel dit, maar een ander wetenschapper zegt dat. We weten het eigenlijk helemaal niet. We hebben hier natuurlijk onze tegengifseries opgenomen, Bas, met ook medici die eigenlijk zeggen, geen idee. De ene mens krijgt dat, de andere mens krijgt dat. Het lijkt allemaal wel zo mooi om te zeggen, nou, we gaan dit doen en dan lossen we het wel op. Maar dat is dus een waanidee. En het mooie is dus eigenlijk, vind ik, ik denk dat de religie dus veel waanideeën heeft verkocht. Het hiernamaals is ook zo'n idee van, nou, dat komt allemaal goed in het hiernamaals, weet je wel. Dus dan stellen we het nog even uit, een soort lolly die dan voorgehouden wordt van, nou, als je hier maar goed leeft, dan kom je daarna, enzovoort. Terwijl in die Joodse Bijbel gaat het veel meer over het leven dat geleefd moet worden. Dus het is dus heel leuk. Naast Freek de Jonge heeft een mooie quote geleverd voor mijn boekje, waar ik hem heel blij mee, heel dankbaar voor ben. Maar ook Dirk de Wachter, de bekende Vlaamse psychiater. En dat is eigenlijk ook zijn these. Die zegt, waar wij nu aan ten onder gaan, is dat alles perfect moet. Dat we op alle vragen een antwoord moeten hebben. Het bestaan is een struikelend bestaan. We redden het, we doen het. Best, maar maar is die berusting, wat ik jou hoor zeggen, is dus geen berusting. Het is geen berusting. Want het mooie van Job is, hij is enorm opstandig. Ja, opstandig. En ook tegen God, dan zegt hij, wat krijg nou wat? Hè? Wat is dit voor God? Jij hebt me toch laten geboren worden? Had het dan allemaal even overgeslagen? Wat gebeurt er nu in mijn bestaan? Dus het is zeker niet een de mens wikt, God beschikt verhaal. Nee, we zien een hele. Maar het mooie is dat met zijn opstand wordt hij alleen maar sterker. Door het, zeg maar, de afgrond in de ogen te kijken, het beest in de bek te kijken, om met René Gudde te spreken, wordt hij sterker. Begrijp je? Want daardoor krijgt dat leed, dat lijden, krijgt ook de ruimte om geleden te worden. Wij zijn natuurlijk al heel snel wegstoppen. Hè? Na een jaar gaat het dan weer een beetje. Hè? Met je, je hebt een kind verloren. Nou ja, red je het alweer? Nou ja, houd toch op, je redt het helemaal niet. Ja, dat is eigenlijk toch wel uniek dat boek Job eigenlijk dat helemaal oproept. Dus ik ben,
dat boek is, heeft mij zo gegrepen. En dan is het ook nog interessant, dat staat in mijn boekje, maar het Hebreeuws aan het eind is een beetje ingewikkeld. Kun je op twee manieren uitleggen. Jaap, dus heel veel vertalingen laten Job uiteindelijk aan het eind van dat boek toch nog door de knieën gaan. Het is vreselijk. En ik heb een hele mooie vertaling van Jan Fokkelman, een groot Hebraicus die veel beter Hebreeuws kan dan ik natuurlijk. En die ook zegt, ja, hoe is het mogelijk dat mensen het zo vertaald hebben? Ze maken uiteindelijk toch Job nog klein dat hij door de knieën gaat. En hoe gaat hij dan door de knieën in die vertaling? Hij gaat dus helemaal niet. Nee, maar hoe gaat hij dan wel? Nee, dus dat hij dus helemaal aan het eind, als dan Adonai hem mee uit wandelen neemt, een wonderlijk hoofdstuk, en laat hem de hele schepping zien, heel prachtig. En dan zou er dan staan dat Job dan zegt, nou ja, ik heb het nou gezien en ik belijd mijn schuld. Okay. Ja, dat in het Hebreeuws ligt dat heel precair. Ja. En eigenlijk, dat staat er gewoon niet. Er staat iets heel anders. Als ik dit geweten had allemaal, dan had ik het meegenomen wat er precies staat. Maar er staat, er staat iets van, ik zie nu eigenlijk wat mij op de been heeft gehouden. En dat is de wetenschap dat ik met die afgrond uiteindelijk toch niet aan mijn lot ben overgelaten. Dat is het. Nou ja, je schrijft ook, Job wordt gedragen door het geheim dat hij met zich meedraagt. Ja. Maar dus er zit een soort onderbewust vertrouwen, een geloof, dat die gedragen wordt, schrijf je. Maar dan denk ik, ja, geloven, het is als muziek of als de liefde of de verbeelding. Verbeelding. Ja, dat heb je of dat heb je niet, denk ik. Of kun je zoiets aanleren? Ja, het mooie is dat wij hadden, ik wijs even naar jou, Freek. We hadden hier een heel mooi gesprek met Freek, over het geestelijk leven en het materiële leven. Ja? Mm-hmm. En het geestelijk leven dan niet bedoeld als een soort vroom leven, wat vroeger zo uitgelegd werd. Maar dat is dus eigenlijk het leven ook van die verbeelding, wij spreken. Dat is het leven wat vragen stelt. Het leven dat reflecteert. En het mooie bij Job is dus, en dat is ook een tekst die natuurlijk ook vaak, denk ik, niet goed vertaald is, of in ieder geval niet goed verstaan is, dat het, als hij alles verliest, dan roept hij uit, Adonai heeft gegeven, Adonai heeft genomen, en dan zeggen heel veel vertalers, de naam van Adonai zijn geprezen. Ja? En in het Hebreeuws staat dat er niet, geprezen, daar staat gezegend. Dat woordje barach, en dat is een heel belangrijk woordje in het Hebreeuws. Dat betekent niet, we moeten dat dus maar accepteren, dankjewel. Maar dat is eerder, jij denkt toch niet dat ik je nou ga loslaten. Dus zegen is een relationeel woord. Dus in een goed huwelijk, vind ik, daar wordt stevig gevochten. Daar vechten we elkaar de tent uit soms. En dat doen we juist met elkaar, omdat we elkaar ontdekt hebben. Omdat we de echte liefde in elkaar hebben gevoeld. Dan durf je het ook. Hè? En zegenen betekent dus niet het zomaar ermee eens zijn. Maar betekent, ik ga jou niet loslaten. Ik laat dat geheim uiteindelijk niet los. En dan kun je zeggen, ja, waar komt dat vandaan, dat Job dat heeft? Nou, dat maakt hem misschien wel tot een heel bijzonder mens. Maar, mijn vraag was... heb je geloof? Moet je dat hebben? Nee, mensen die zeggen, ik ga niet naar de kerk, want ik heb niks met God. Maar die verhalen van Ad, dat zul je vaker horen. Ja, die verhalen van Ad. Ik hoorde net iemand een grapje maken. Ik geloof niet in de kerk, maar ik geloof wel in Ad. Nou, dus steek die maar in je achterzak. Kun je het leren? We hebben vanochtend hier de Bar Mitzwa viering gedaan. Dat hebben we gejat van de synagoge. En dat vind ik dan zo leuk. Wat doen die kinderen? Die gaan dan dus op hun 12e gaan ze jouw dochter zien ook. De kansel op en lezen dan een verhaal uit de Bijbel. En we praten er wat over. En dan gaat het helemaal niet over, geloof je dat nou? Dat vind ik zo leuk van Joodse mensen. Geloof je dat? Ja, geloven we dan? Geloven? Moet je dat dan geloven? Dat is helemaal het punt niet. Ja, ze oefenen zich in oeroude teksten. Ze oefenen zich in taal. In dus de taal van de reflectie, de taal van verhalen, de taal van de verbeelding. En ik vind dat we dat als kerk eigenlijk een beetje hebben verslonst.
Wij willen voortdurend natuurlijk, omdat we denken we lopen leeg, dus we zijn die zaak nu aan het reanimeren. En met allemaal leuke dingetjes proberen we dan de kerk vol te krijgen met YouTube-filmpjes en hippe dominees in spijkerbroeken en zo hopen we dan enzovoort. En categorisatie light, vooral niet te moeilijk. Terwijl ik denk, we moeten de lat hoog leggen. We hadden vanochtend een meisje hier, Meraf Weishoed, vriendinnetje van Trui, wat gewoon in het Hebreeuws haar tekst leest. Ja, die heeft gewoon, net zo slim als Trui, maar die heeft gewoon naast haar school Hebreeuws geleerd. Ik denk, dus geloven heeft te maken met een oefening in lezen. Dus leren lezen. Dus het mooiste wat je volgens mij een kind kan geven is leren lezen. Dat je gaat ontdekken dat er dan een wereld voor je kan opengaan. Of zoals Charlotte heel mooi zei in Tegengif, de laatste uitzending. Hè, van ook in die coronatijd. Ja, wij zijn natuurlijk dat consumentengedrag. Wij willen als kopen, wij willen naar dingen. We willen meteen bevredigd worden in behoeftes. Ik wil iets, dan ga ik dat nu doen. Hé, ik wil een biertje drinken. Oh, dat kan nu niet. Ik wil naar de kapper. Ja, dat kan. Fijn. Dus er wordt een beroep gedaan op iets anders, namelijk op een antenne die wij dus niet meer zo hebben. Namelijk de antenne van de verbeelding. Matisse is een prachtig voorbeeld daarvan. Henri Matisse die ziek werd. Hè, in Nice zat. Fantastisch verhaal. Wij zijn daar veel geweest in Regina. Onze familie had daar een appartement. Geweldig. Jij bent er ook een keer geweest. En die woonde dus in dat appartement, Regina. Dat grote paleis van Queen Victoria. En die werd ziek. En die had een verpleegkundige. En die miste zo enorm de tuin en de wandeling in de tuin. Dat was een heel gedoe met trappen. Ging allemaal niet meer. En die ging een tuin maken. Die ging knippen en plakken. En zijn vrouw die hing daar die hele tuin in dat appartement op. En die zei, ik wil eigenlijk wel een zwembad. En die ging er een zwembad op maken. Dat is fantastisch. Dus, dus het is niet voorhanden. Die kapper is er niet. Dat biertje is er even niet. Dat restaurant is er niet. Of die dingen die we nu even snel willen consumeren. Maar er wordt dus een beroep gedaan op onze verbeeldingskracht. Dat we met de verbeelding misschien wel veel verder kunnen komen dan met al die makkelijke consumentenartikelen die we nu voor handen hebben. En geloof hoort bij dat veld. Dus niet, voor mij niet bij het veld van de dogmatiek en de waarheden, heel eerlijk gezegd. Maar dat is best ingewikkeld, want heel veel mensen zijn natuurlijk wel opgevoed in die traditie. Ja. En die denken, dat is allemaal mooi. Hiernamaals, daar heb je ook een andere verhaal over. En over God, ik stel de vraag, ik heb hem wel 3 keer gesteld. En jij begint over verbeelding, denken ze dan. En over Matisse, ik wil het over God hebben, ik wil het over geloven hebben. Ja. En kun je het leren? En jij geeft als antwoord, het geheim zit eigenlijk gevangen in de Hebreeuwse teksten. Ja. Dat is wat ik je hoor zeggen. Een afschuwelijke boodschap eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Maar ik heb een aantal ik heb een aantal vragen van gemeenteleden. Kijk. En ik probeer die een beetje door dit gesprek ook heen te vlechten. Zo vraagt mevrouw Kraul Wilma. Ze is 90 plus. Ja. Ik ken haar. Een vraag die haar echtgenoot, een predikant, die was dus predikant, ook vaak kreeg. Moet je voor predikant ook erg gelovig zijn? Dus dat komt een beetje op de vraag. Ik denk dat het eigenlijk beter is van niet. Eerlijk gezegd. Want kijk, als je zegt, je moet gelovig zijn, dat betekent, dat is een soort, dan zit je al in de vanzelfsprekendheid. Dus ik geloof. Ja. En wat jammer, dat zijn allemaal mensen die nog niet geloven. Dus die moet ik nog gelovig gaan maken. Ja, dat is het gewoon niet. Dus nee. Ik denk dat het beter is om, ik weet, wij hadden college in Karel Deurlo. En die had aan het begin van het college Oud Testament. Vroeg hij dan, Mirjam weet ook nog wel, wie gelooft hier? Of wie is kerkelijk of zo? Hè? Wie gelooft hier? En dan waren er altijd een beetje van die hele brave studenten die zeiden, ik wel. En dan waren er ook mensen die zeiden, ik niet. En dan zeiden die altijd, jullie zijn in je voordeel. Hè? Als je niet gelooft, ben je. Want op het moment als je zegt, ik geloof. Dus dan heb je al een hele rugzak vol met waarheden. Waar je dus in gelooft. En met die waarheden ga je vervolgens dan de Bijbel lezen. Of dominee worden. Dan, dat wordt hem gewoon niet. Dus dan heb je heel veel af te leren. Voordat je eindelijk kan komen tot dat vragende leven. Ja. Om het maar zo te zeggen. Dus nee, dat is geen, ik vind dat niet een voordeel. Allard Everts vroeg of jij, kun jij je een ervaring noemen of een moment
waarin je opeens een ander inzicht kreeg. Een moment, een levensveranderende ervaring. Een moment, ja, dat vraagt Allard Everts. Het moment dat jij een soort, ja, misschien wel geroepen werd door God. Misschien bedoelt hij dat wel. Ja, ja, dat zou maar kunnen. Nou, ik moet zeggen, nou, dat is of door een van jouw leermeesters. Wanneer, ja, nou, wanneer ja, werd jij geroepen door iets van, hey, deze kant, dit is wel iets wat ik in mijn leven wil doen. En dit is de school, de Amsterdamse school. Wanneer is dat bij jou gekomen dat je dacht, dit is het? Nou ja, dat was dus, hè, dus ik was eigenlijk een beetje een dromertje. Dus ik was met allerlei dingen bezig, maar eigenlijk wist ik het ook allemaal niet precies. Nou, ik ben natuurlijk keurig opgevoed, CHU, milieu, hè? Vader dominee. Nou, en uiteindelijk dacht ik, ja, ik geloof het eigenlijk allemaal niet. Dus ik had besloten dit niet meer te geloven. In je voordeel. En toen stuurde mijn vader mij naar het Nederlands Bijbelinstituut in Bos en Duin. En dat bestaat niet meer, maar dat was een soort particulier instituut. En dan moest je dan ook elke ochtend moest je een wijding doen. En dat was dan de ochtendwijding. En dan gingen mensen bidden en Bijbel lezen. Ja, en ik geloofde dus niet meer. Dus dat was zo'n icoon van Christus en die draaide ik dan om. Dan zei ik, nou, dat doe ik dus niet. En ik ging Pablo Neruda lezen in plaats van de Bijbel. En zo. Nou, een heel beetje zo rebels. Dus ik had eigenlijk besloten, dit is niet mijn weg. Want op zondag moet je allemaal dingen geloven die je op maandag niet waar kan maken. Jongens, geef mij een portie. Maar naar Vicky. En ik was verliefd op een meisje die zat op de toneelschool. En ik dacht, dat wil ik ook. Ja, vooral vanwege dat meisje. En toen ben ik dus auditie gaan doen. En toen werd ik gek genoeg ook nog aangenomen. En toen dacht ik wel even van, is dit mijn toekomst nu? Dus ik zag in de pauze iedereen elkaar masseren en zo. En ja, dat is toch ook niet helemaal mijn ding? Uiteindelijk gaf iemand mij, en dat is wel een belangrijk moment voor mij geweest, het boek Het Bijbels ABC van K.H. Miskotte. Ik was wel geïnteresseerd in het Jodendom, dat vond ik wel. Daar was ik al mee bezig, vond ik interessant. Vooral vanwege zijn atheïsme, eerlijk gezegd. En dat boek van K. Miskotte, nou, daar kan ik uren over praten, ga ik allemaal nu niet doen, dat kan natuurlijk niet. Maar het is wel, dat was iemand die zei, ja, wij hebben voortdurend die Bijbel gelezen met onze vooringenomen standpunten. Dus we hebben de Bijbel eigenlijk voortdurend laten buikspreken. En het wordt eens tijd dat we eens echt gaan luisteren naar wat er staat. Dus het wordt tijd dat we onze eigen dogmatische vooronderstellingen eens even opschorten. En teruggaan naar wat staat er nou eigenlijk. Dus allerlei woorden die wij gebruiken zoals eeuwigheid, hemel. Dat soort dingen, hiernamaals en zo, almacht, allemaal woorden die je in de kerk eindeloos hoort, die komen eigenlijk in de Bijbel zo helemaal niet voor. Dat is eigenlijk heel vreemd. Dus er zit een soort discrepantie tussen hoe de kerk die Bijbelteksten leest en wat die tekst eigenlijk zelf wil zeggen. Nou, dat is voor mij. En het mooie was, in dat boekje staat dus ook letterlijk, God bestaat niet. Nou, dat vond ik fantastisch. Ik denk, God bestaat niet. En dat zegt een theoloog, ja? Dus hij gebeurt, zegt hij dan. Hij bestaat, maar hij gebeurt. Het is iets heel anders. Het is geen bestaanscategorie. Nou, ik vond dat. Dus dat was voor mij, Allard, wel echt een serieuze. Ja, ik weet nog waar ik het las. Het is een soort bekeringsverhaal bijna. En ik ben toen ook al die boeken van Miskotte gaan kopen op antiquariaten. En ik zat nog steeds met dat meisje. Een heel leuk meisje was dat. Maar ik ben heel blij dat dat misgegaan is. Ja, anders had ik Mirjam niet ontmoet. En die werd ook actrice. Dus je had allemaal voorstellingen s'avonds. En ik zat dan op de Tsaar-Peterstraat bij een gaskachel. Zo'n stapel Miskotte dat allemaal te lezen. Ik was daar helemaal door gegrepen. Hij ging het gesprek met Nietzsche aan. Niet Nietzsche als een soort antichrist. Als een soort, maar eerder als een bondgenoot. Ik wist niet wat ik las. Nee, hoe is het mogelijk? Nou ja, zo. Dus voor mij is dat wel de poorten open naar de cultuur en met name ook die toch Hebreeuwse leeswijze. Van de 9 boeken die jij inmiddels hebt geschreven, gaan er 5 over boeken uit de Tenach. Ja. En die anderen zijn wat sociaal-maatschappelijk levensbeschouwender. Die zijn wat algemener. Maar echt specifiek over een boek uit de Bijbel. En dan zijn dat letterlijk jouw 5 boeken over boeken uit het Oude Testament, uit de Tenach. Dus ik zat vandaag te kijken en Esther was hier mooi aan het zingen. En we zaten met die badmissa. Ik dacht, ja, maar is het niet eigenlijk zo dat je altijd eigenlijk gewoon het liefst Jood geweest?
Dan had hij zich gewoon kunnen concentreren op dat aloude verhaal. Waarvan jij zegt, ja goh, die Torah, als je die vijf boeken hebt gelezen, dan heb je het eigenlijk allemaal wel gehad. Ja. En al het andere gerefereert eigenlijk alleen maar aan die Torah. Dus wat is nou eigenlijk het essentiële theologische verschil? Het is een grote vraag, dat begrijp ik. Maar voor mij toch wel best wel essentieel, want omdat jij als dominee, als predikant, zo enorm refereert altijd weer naar dat Oude Testament. Daarin ben je best uniek, volgens mij. Ja, nou, mijn proefschrift ging overigens over Lucas, hè? Het evangelie van Lucas. Dus daar heb ik het langs aan gewerkt van alle boeken. Dus in die zin, maar ook wel weer, dat heeft als titel, hè, Tenach opnieuw. Dat ik eigenlijk zeg, ja, dus Lucas herleest eigenlijk het Oude Testament. De ellende is dat wij zo historiserend zijn gaan lezen. Hè? Dus dat we denken dat Lucas precies heeft verteld hoe Jezus geleefd heeft enzovoort. En terwijl ik denk, het zijn literaire teksten. Het is ook inderdaad weer in het veld van de verbeelding. Er is ergens een soort oerboek, volgens mij. En dat is inderdaad de Torah, de vijf boeken van Mozes. En dat oerboek heeft een geweldige actieradius gekregen. Een weerklank gekregen in tal van heel veel verschillende teksten, genres enzovoort. En het mooie is dat ook in die Tenach steeds als het ware er weer een soort herontdekking is van die Torah. Waar ging het ook alweer over? We zijn het weer helemaal vergeten. En dat je eigenlijk moet zeggen, in de eerste eeuw is natuurlijk die Jezusbeweging ontstaan. Ja? Hoe, weten we eigenlijk helemaal niet. Van de historische Jezus weten we eigenlijk helemaal niks. Dat is heel pijnlijk. Eén snipper, ergens bij Flavius Josephus. Maar onze vriend, hoe heet hij ook alweer, die Fik Meijer, die zegt altijd, nou die snipper die deugde ook niet, want die is er gewoon later tussen geschreven. Nou, dus zelfs die snipper. Dus we weten eigenlijk van die historische Jezus ook helemaal niks. Dat is natuurlijk wel interessant. Dus het enige materiaal wat we hebben is een verhaal, vier verhalen, ja heel veel verschillende verhalen, die gaan over ja, een figuur die Jezus heet. En wat doet Jezus? Niets anders dan Mozes en de profeten uitleggen. Dat is nou vreemd. Dus op het moment dat bijvoorbeeld met die Emmausgangers, we hebben het erover gehad, hè, dat hij eigenlijk over zichzelf zou moeten gaan praten, zegt hij, we moeten terug naar Mozes en de profeten. Dus ik in die zin denk ik dat het motto ook helemaal is, juist ook van het Nieuw Testament. Maar is het dan nee, dat is wel een goede vraag. Ik vind het ook een vraag waar ik nog niet zomaar een antwoord op heb. Maar ik zou willen zeggen, wel, voor mij is die figuur van Jezus wel heel beslissend. Dat is wel heel beslissend. En dat heeft misschien wel te maken met die herontdekking van dat het over bevrijding gaat. Want je ziet natuurlijk ook in de Joodse religie, overigens in het christendom ook, zie je natuurlijk dat helemaal verworden is in een soort wetticisme. He, dus je moet van alles, je moet voortdurend allerlei wetten volgen en dan pas word je een goed mens. Dat zit natuurlijk in dat fariseïsme in het Nieuwe Testament wordt ook niet voor niks bekritiseerd. Ja. Maar dat zie je natuurlijk ook in het christendom. En Jezus is, en dat vind ik toch wel heel mooi, we hebben hier die voorstelling nog gehad van Remco, jouw goede vriend. Die eigenlijk één tekst eruit haalt, Remco Veldhuis, en zegt ja, wat het unieke eigenlijk is van het Nieuwe Testament is misschien wel dat verhaal van die zogenaamd overspelige vrouw, waar al die mannen omheen staan die haar willen veroordelen en met stenen staan om haar te stenigen. Hè, en dat eigenlijk de boodschap van dat verhaal is, oordeelt niet. Hè. Fantastisch. Nou, dat komt dus wel in een hele mooie geconcentreerde vorm in dat evangelie aan de orde. En dat heb ik wel nodig, eerlijk gezegd, om steeds weer te begrijpen waar het nu eigenlijk ten diepste over gaat. Misschien is het wel zo dat Joodse mensen dat misschien minder nodig hebben. Of dat zit meer in hun hele wezen. Ik ben een heiden. Ja? Ik ben niet Joods opgevoed. Ik ben als een heiden groot geworden. En via Jezus ben ik bij die Torah uitgekomen. Dus zonder Jezus was dat nooit gebeurd. Nou ja, je doet zo. Ja. Zoiets, ja. Is er een onderscheid? Ik vind nog steeds wel, daarom hebben we die bar mitzwa nu ook hier in de kerk. Ik vind dat de kerk, ook de huidige kerk, die is natuurlijk eindeloos bezig dus te proberen, nog wat ik net zei, te reanimeren en te zorgen dat het weer aantrekkelijk wordt en leuk en vooral laagdrempelig en met allemaal hele eenvoudige vertalingen, zodat iedereen het snapt. Nou, ik denk eigenlijk dat de kerk veel beter te raden zou kunnen gaan bij de synagogen. Mensen serieus nemen.
en goede teksten voorschotelen. En mensen uitdagen en prikkelen. En precies dat zeggen wat mensen juist niet willen horen. Want we zitten helemaal in dat consumenten, hè, van dat vraag en aanbod. Oh, mensen willen zingeving. Nou, dan gaan we ze zingeving bieden. En ze willen dit. Oh, dan gaan we ze dat geven. Want dan zijn ze blij. Dat is natuurlijk wat het bedrijfsleven doet. En dat moet ze ook doen. Hè, want als mensen je product niet kopen, dan ben je nergens meer. Maar de kerk is geen bedrijf. Dus daar moet eigenlijk iets aangeboden worden waar mensen helemaal niet op zitten te wachten. Waardoor misschien er een nieuwe behoefte kan worden aangewakkerd. Dat hoop ik zo. Snap je? Dus in die zin denk ik wel, ja, we zouden eigenlijk toch wel misschien een beetje terug naar het Jodendom moeten. Ja, nou ja, jij doet je best in ieder geval al, elke zondag, om mensen weer de Bijbel op die manier misschien te lezen. Maar je hebt het over het aanwakkeren van die wens waarvan ze misschien niet eens wisten dat ze hem hadden of konden hebben. We kregen een aantal vragen van Tjitske en Kees Kuiken. En het zijn drie vragen, maar ik stel ze eigenlijk als één vraag. Leuk. Die zeggen, joh, je hebt zoveel fantastische dingen gedaan. Je hebt zoveel kringen begonnen. Je hebt verbanden gelegd. Je hebt heel veel mensen met elkaar verbonden. In zo'n gemeente als dit, er zijn ook wel wat bestuurlijke en politieke kwesties. Heb je geen politieke of bestuurlijke ambities? Zou je jezelf ook praktisch in kunnen zetten? Je gaat nu naar een andere gemeente. Zit je toch wel redelijk dicht tegen Den Haag aan. Iets in de politiek, is dat niks voor je? Ik laat dat graag aan anderen over, eerlijk gezegd. Ik denk dat ik daar totaal niet geschikt voor zou zijn, voor het politieke werk. Om mensen... Al helemaal niet hier in Bloemendaal, eerlijk gezegd. Die laat ik even verstandig liggen. Ik moet er niet aan denken. Henk ter Stegen en Joost Lub hadden allebei een soortgelijke vraag. Die zeiden, joh... Eerst zat je op de Zuidas, toen ging je naar Bloemendaal. Nou ga je naar Den Haag. Ja, je zoekt het wel tussen de maatschappelijk en sociaal succesvolle. Maar zitten de mensen nou die deze boodschap nodig hebben nou niet vooral, liggen daar niet op straat? Of zijn die niet bij stem in de stad? Waarom zoek je het altijd in die hoek? Ja, ik word door die hoek helemaal niet gevraagd. Het zijn alleen de nette buurten die mij willen hebben. Ik weet niet wat dat is, maar... Daar zit er wel ook iets achter. Hè. Kijk, dus ik denk ook, je hebt ook onder predikanten heb je dus heel veel verschillende soorten predikanten. En ik heb natuurlijk wel heel veel opgedaan in dat werk op die Zuidas. En ik merkte, toen ik daarmee begon, met zingeving Zuid, werd heel weinig mensen, was een enorme weerstand. Hoezo? Wij met die bankiers. En dat was echt, dus ook binnen mijn kerk, een beetje de linkse kerk natuurlijk, was vooral veel verzet. Moet dat wel? He, die lui, die graaiers, ga jij daar nou dominee voor zijn? He, voor die advocaat en consultants enzovoort. En daar keek ik enorm van. Ik denk, wat is dit enorm weerstand daartegen? En het enige wat eigenlijk telde was, je moet vooral dominee zijn voor de armen, voor de daklozen, drugsverslaafden. Nou, dat vind ik dus ook. Dat is heel belangrijk. En ik ben heel blij dat er mensen zijn die dat werk ook doen. Maar ik denk wel dat de kerk in de afgelopen jaren een hele grote groep ook over het hoofd heeft gezien. En eigenlijk die kerk heeft uitgepreekt. En dat zijn misschien ook wel de, wat wij dan zeggen, meer succesvolle mensen. Mensen die op belangrijke posities zitten in de samenleving, die wat in de melk te brokkelen hebben. Ja, die groep, en dat is wel een punt, die hebben we denk ik als kerk een beetje over het hoofd gezien. Dus ik ben eigenlijk wel, ik vind dus ook, je moet kerk zijn voor de mensen die berooid zijn. En ik vind dat werk van Stem in de Stad beslissend. En ik hoop ook dat dat weer helemaal gaat opbloeien. En ook het werk van de Pauluskerk in Rotterdam, beslissend. Daar moet je als kerk zijn, daar waar kwetsbare mensen zijn. Maar je moet ook niet vergeten dat je een rol hebt te spelen voor de rijke jongelingen. En dat was Jezus, was zeer bevriend met een rijke jongeling, zo gaat het verhaal. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Dus, want daardoor zijn dus heel veel mensen de kerk uitgegaan. En ook hier in Bloemendaal heeft het best heel veel moeite gekost, eerlijk gezegd, om weer mensen in verbinding te brengen met die kerk. En dan sprak ik mensen en zei, joh, ik ga toch niet naar die kerk, joh. Dat zijn allemaal van die lullige verhaaltjes. Dan zei ik, ja, je bent volgens mij heel lang niet geweest. Hè? Maar, dus dat is toch een beetje het gevoel van prachtige verhalen, maar het gaat niet over mij.
En terwijl ik denk, nou, hoe mooi is het als je nou net ook met mensen die op beslissende posities zitten in die samenleving, om daar een relatie mee aan te gaan en met deze mensen die inspirerende teksten te lezen. Want op het moment dat deze mensen daardoor worden geraakt en geïnspireerd, dan kon dat nog wel eens van grote invloed zijn. Dat heb ik ook echt serieus, niet om nou met allemaal succesverhalen te komen. Ik heb dat echt gemerkt, dat mensen zeggen, God, dat heeft mij een bepaald inzicht gegeven, waardoor ik echt anders in mijn werk sta. Anders, andere beslissingen neem. Ja, dan springt mijn hart natuurlijk op, Bas, als ik dat hoor. En dan is dat meteen ook ten bate van al die kwetsbare mensen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dan moeten ook mensen dat doen. Ja. Dat denk ik dan maar. Dus dat is een lang antwoord op een korte vraag. Ja. Ik heb nog twee afsluitende vragen. Een combinatievraag van Jantien Westra, Frank Cornet en Lisbeth Zietzes. Die vragen eigenlijk allemaal... je bent hier nu een aantal jaren geweest. 8 jaar, als ik het niet vergis. Er zijn van allerlei dingen hier begonnen. Je hebt allerlei mensen leren kennen. Het is toch een ander soort sfeertje dan de Zuidas. Wat neem je mee naar Wassenaar of naar Den Haag? Wat neem je mee? Wat je hier geleerd hebt? Frank vraagt specifiek over het initiatief Groene Kerk Bloemendaal. Maar welke dingen hebben jou hier geïnspireerd die nieuw voor je waren? En die je dus ook weer met je meeneemt. Ja, vele natuurlijk. En dat is ook echt het mooie van mijn vak. Ik zou ook echt niks anders kunnen. Ik vind het een fantastisch vak. Je bent hier dan zo 8 jaar. Nou, Sarah heeft mij natuurlijk ook heel intensief meegemaakt. Hè, in die jaren, ook vanaf de Zuid als hier naartoe. Een heel andere situatie waar ik in terecht kwam. Daar is nog een mooie documentaire over gemaakt, zoals je weet. En het mooie is dus dat, nu ga ik weer naar Den Haag, dat je... Gisteren vroeg ook iemand, dat je dus al die ervaringen dus weer meeneemt naar een volgende gemeente. Dus als ik nu bijvoorbeeld, ik lees nog wel eens, niet zo vaak, maar een enkele keer een oude preek. Dat is meestal op momenten dat ik vastloop in mijn voorbereiding, denk waar moet dit over gaan? En dat ik dan zondagochtend soms nog in alle vroegte wanhopig teruggrijp op een oude ordner. Denk ik heb daar toch een keer over gepreekt. En dan lees ik mijn oude preek en dan schaam ik me, dan denk ik echt ongelooflijk, wat heb ik die mensen aangedaan met hele theologische betogen daar in Amstelveen, verschrikkelijk. Hè? En dat is dus heel aardig, dat je dus ook kan zien hoe zie je jezelf ontwikkelt. He, dus ik heb ook in die Thomaskerk nog wel echt, Mirjam zegt ik word steeds vrijzinniger. Nou, of dat zo is, weet ik niet. Maar in elk geval wel, dat je dus, wat ik meeneem is dat je, dat is die ervaring. Dus dat je vanuit dat gesprek met mensen allerlei nieuwe inzichten krijgt, waardoor je de dingen ook weer anders gaat zeggen. Begrijp je? En dat zijn natuurlijk heel veel dingen. Maar het andere is natuurlijk wat ik leer, wat ik ontzettend leuk heb gevonden hier. Hè? Dus de kerk is natuurlijk dat missionaire kerk. De PKN heeft, die wil missionair zijn. Die heeft allemaal modellen voor en organiseren. Nou ja, ik ben daar niet zo van. Ik denk, volgens mij moet je het gewoon doen. En moet je er niet zoveel over praten. Maar ik kwam hier. Het is toch wel leuk om even te benoemen. En er was een mevrouw uit Aardehout, ik weet niet wie dat is, Angelie Barendrecht, die kwam naar me toe, die belde me op, kende haar niet, ik kende niemand. En die zei, ik heb gezien dat je op de Zuidas allemaal van die groepen doet met ongelovigen. Kun je dat hier ook niet doen? Ik zeg, dat is prima. Ik zeg, maar dan moet jij die ongelovigen regelen. Want ik ken hier niemand. Dus als jij 12 ongelovigen regelt, dan kom ik wel. Ja. Maar dat is dan zoiets. En dat is dus uitgegroeid door die Bijbeltafel ongelovigen. Het is ontzettend leuk geworden. We hebben een afscheid gehad afgelopen week met die hele groep, ook van andere jaren. Ja, we begonnen in Fleury, omdat ik dacht, we doen het in een brasserie, niet in de kerk, want het is zo hoogdrempelig. Totdat op een gegeven moment die groep zei, kan het niet toch in die kerk? Ik vind het wel leuk, dat ik ook weer zo. Nou, dat is dus iets wat ik dan leer. Ik denk, we kunnen heel lang nadenken over project dit en project dat en beleidsplannen en vergaderen. Rijn, ik ben benieuwd hoe dat in Den Haag gaat. Maar je moet het volgens mij ook gewoon doen. Volgens mij, Harry, is dit nooit op de kerkenraad geweest. Bijvoorbeeld ook Areopagus hebben we nooit gezegd, Areopagus moet. Moeten we dat nou doen? En wat zijn de voor's en wat zijn de tegen? Je moet het gewoon doen. En dan misschien ook wel. Hè, dus dat is lef hebben om gewoon dingen te gaan doen. Nou, bijvoorbeeld dat zingeving Zuidas. Ik heb wel werkelijk, misschien wel maandenlang vergaderd.
Voordat dat project een keertje serieus een stichting werd enzovoort. Eindeloos. Terwijl ik achteraf denk, we hadden gewoon meteen moeten beginnen. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, dat is wat ik nu, dus dat had ik geleerd van de Zuidas. Daarom gewoon dingen gedaan en niet te lang over praten. En gewoon proberen en ook laten mislukken. Als het mislukt, dan mislukt het. Als het lukt, dan is het mooi. En dat hoop ik in Den Haag ook te gaan doen. Leven, uitroepteken. Leven. Zonder oplossing. Als laatste vraag, Ad. Charlotte Nuhof had een vraag. En daar wil ik eigenlijk mee besluiten. Persoonlijke vraag. Beste Ad, dit is een vraag die ik je al heel lang wil stellen. Maar waar steeds de gelegenheid niet voor was. Na 8 jaar, want je spreekt Charlotte dus geregeld, toch? Zeker. Ja, maar deze vraag deze vraag die lag op haar lippen. In de documentaire is een aangrijpende scène, van Sarah, is een aangrijpende scène te zien hoe jij met Mirjam en Trui bij het graf van jouw moeder staat. Je vertelt dan hoeveel zij voor jou heeft betekend en ook dat je aan haar jouw zelfvertrouwen te danken hebt. En dat vind ik ontzettend mooi. En een van de belangrijkste ontastbare dingen die je een kind kunt meegeven in het leven. Zelfvertrouwen. En mijn vraag is, hoe heeft ze dat nou toch gedaan? Was dat één moment? En hoe kunnen andere ouders dat van jouw moeder leren, wellicht? Hoe geef je als ouder wezenlijk zelfvertrouwen aan een kind? Ja, wat een mooie vraag. Ja, ik moet meteen natuurlijk helemaal aan mijn moeder denken. Ja, die heeft al heel veel voor mij betekend, ja, daarin. En zij heeft mij allerlei briefjes bijvoorbeeld geschreven in de loop van de tijd. En ik ben niet zo'n order, ik ben niet zo'n mapjesmens met allemaal orde. Dus ik stop dan zo'n briefje, als ik briefjes krijg, stop ik dat in een boek. En denk, nou, kom het toch wel weer eens een keertje tegen. Dus ook alle briefjes die ik nu krijg, stop ik nu ook heel bewust gewoon in boeken. En denk, nou, kom het wel weer een keer tegen. Kom ik het meer tegen dan dat ik het in een laadje stop of op een doos op zolder zet. Soms gebeurt het, dan heb ik een boek en dan valt er een briefje. En dan valt mijn moeder. Ja, weet je, dat ontroert mij dan. Zijn dat briefjes. En daar staat dan op, gewoon doen, hè. Of een beetje leuk doen. Doe je het een beetje leuk? Doe je het een beetje ontspannen? Dat soort teksten. Heel simpel eigenlijk. Dus iemand die een duwtje geeft. Kom op, joh. Doen gewoon. Je kan het. En dat is het mooiste wat je een kind kan geven. Iemand die in je gelooft. En die je dus de ruimte geeft om te leven. En te worden die je bent. Dat heb ik aan mijn moeder te danken.